Kijk hem dan. De gigantische, weet ik veel wat het is. Mijn vuurtank of zo. Jemig, joh. Yo, Nintendo fans. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. En we zijn keihard bezig met de Water Pokémon Only Challenge in Pokémon Sword. In de vorige aflevering hebben we Opal genakt. En is onze Pelpitoad in Seismitoad geëvolueerd. En mijn vraag van de dag is vandaag. Wie moeten we nou eigenlijk straks gaan houden als we een nieuwe Water Pokémon vangen? Is dat Seismitoad? Of is het Quagsire? Want die twee hebben dezelfde typing. Dus uiteindelijk... Uiteindelijk lijkt het me handig als één van die twee uit het team gaat. Het zijn allebei water- en ground-type Pokémon. En ik doe even een U-turntje hoor op Trevenant, want Trevenant is natuurlijk grass. En ik denk dat het goed is dat we dat even met Davy Jones gaan proberen met zijn Ice Beam. Ik hoop alleen dat Davy Jones ook even een klap kan vangen dan van Trevenant, want Horn Leech... dat doet pijn. Hoppie heeft nu al goud in handen hoor, met zijn Trevenant. Ja, dit is helemaal niet relaxed, jongens. Sterker nog, dit is een groot probleem, denk ik. Hoppie heeft goud in handen met zijn Trevenant. Wat gaat deze move doen? Ja, kijk, die doet best pijn. Maar als die me nu nog een keer gaat aanvallen, dan is die gewoon kapot, hè. Dan is David Young gewoon weg. Hij doet nu Shadow Claw. Overleven we dat? Dat overleven we niet. Oké, Jennifer, come on. Pak die Trevenant maar even aan met een Dark-type move dan. Hoppakee, Crunchy erbovenop. Let's go, super. Perfective, Trevenant weg. Oké, zo doen we dit. Lekker. En nu gaat Hop Boltund eruit sturen. Dat is nog zo'n lastige Pokémon, jongens. Boltund. Maar goed, we hebben nu dus twee Water- en Ground-types. Dus met Mudshot zou het waarschijnlijk goed moeten gaan komen. Als we die tenminste weten te raken. Boltund doet Roar. Oké, dat is niet relaxed, want nu gaat Quagsire terug. Oké, maar Seismitoad komt ervoor in de plaats. Doe jij het dan maar. Jij kan het ook. Jij bent hetzelfde type. Lekker, Seismitoad. En dan komt Quagsire weer terug. Nou, één van de twee gaat straks dus uit het team. Quagsire of Seismitoad. Maar ze mogen het nu toch even samen oplossen, deze handel. Kunnen we gelijk even kijken hoe sterk de Mudshot van Quagsire is. Die is iets minder sterk dan de Quagsire van Seismitoad, zo te zien. Boltund gaat nu ook lekker crunchen. En dan finishen we het. Hoppakee, Boltund weg. Hoppie heeft wel een lekker teampie zo, hè. Met een Electric type en een Grass type, dat doet hij goed. Straks gaat hij me nog echt moeilijk maken. Dan ook nog een Snorlax. Ja, dan ga ik sowieso nu switchen naar Smeagol. Naar onze Seismitoad, want die heeft dus in de vorige aflevering... Ga het even checken als je dat nog niet gedaan hebt. Oh, en doe gelijk een blauw duimpje omhoog en abonneer als je dit een leuke video vindt. Maar, nieuwe move. Drain Punch namelijk. En die is natuurlijk super... effective op Snorlax. Dus dit is ook wel lekker. Kijk, die kan kaart kablam op normal type Pokémon. Hoppakee. Oh, Snorlax begint te stockpilen. Als je de vorige aflevering hebt gezien, dan weet je wat stockpile doet. Dat maakt zijn defense een stuk beter. Dus dit is eigenlijk wel vervelend. Dat is eigenlijk precies hoe wij Opal hebben verslagen met Lantern in de vorige aflevering. Maar oké, dit gaat nogal goed. Het was een critical hitje, dus dat is relaxed. En hoppakee. Snorlax is gepoisoned door de Poison Touch ability van Seismitoad. Ja, dat vind ik toch ook wel een lekkere ability. Eigenlijk neig ik ernaar om Seismitoad in mijn team te houden en strakjes Quagsire toch weg te doen. Hij is gepoisoned, hij is bijna down. En dan kunnen we het even afmaken met welke move we dan ook willen. Laten we het afmaken met Bubble Beam. Baba Snorlax. GG, goed gedaan. Maar het was niet genoeg, vriend. Jennifer wil Dragon Dance leren. We kunnen dat doen in plaats van Tackle. Ik bedoel... Tackle ga je toch niet heel veel gebruiken. Dus laten we dat maar even doen dan. Dan nu. En Heatmore. Ik ga voor een one-shot, jongens. Met Snipeshot. Kunnen we hem in één keer slopen? Snipeshot is een ultieme move van Italian. Ja hoor. Lekker dit hoor. Bye bye Heatmore. Dat ging easy. En zullen we datzelfde even proberen bij Cinderace? Let's go. Wie is sneller eigenlijk? Reptile? Ja, Reptile is sneller dan Cinderace. Italian is sneller dan Cinderace. Gaan we een one-shot ook? Hoppakee. Ja hoor. Deze move van Italian. Is zo sick. Alleen voor die move wil je eigenlijk gewoon je starter in je team houden. En hij groeit ermee gelijk even naar level 38. En wil ook nog Liquidation leren. Nou, helemaal prima. Dan halen we Water Pulse weg. Water Pulse is ook een special attack. En Liquidation is een physical attack. Dus dat is wel handig om dat even te wisselen. Hoppie, daar ga je weer, jongen. Voor de zoveelste keer. Lekker. Door naar de volgende stad. Eventjes XP pakken bij al deze trainers. Volgende battle tegen Mila. Die gooit Ribombi. Ik gooi een Snipeshot. Bam! En Ribombi over. Leeft het gewoon. Ja, bedankt. Oh shit, die was nog hard ook. Doe eens normaal, joh. Ik wist niet dat Ribombi mij zoveel pijn kon doen, man. Hier, nog eentje. Op je bakkes. Jij klein vliegend mormeltje. Bot gaat naar level 38. Dan Vespiqueen. Die mag tegen Gyarados. Met Waterfall. Hoppakee, geflinched. En gelijk nog een keer. Op zijn bakkes. Lekker. Doei doei, Vespiqueen. En doei doei, Mila. Volgende trainer. Let's go, let's battle. Ja, en die gooit de Core
Jarvis Squire. Had ik even een andere Pokémon moeten kiezen. Dan had ik eigenlijk even Lantern moeten kiezen natuurlijk voor Corvus Squire. Maar eens even kijken wat Bubble Beam doet. Kijk, dit gaat ook al best wel lekker. Hij mist zijn aanval, dus dit is allemaal super chill. Deze route gaat lekker snel, route 7. Hoppakee, bye bye Corvus Squire. Lekker man, zo gaat hij goed. En voor deze Rufflet pak ik natuurlijk Thor met zijn elektrische aanval. Dit wordt sowieso een one-shot. Dat moet wel. Ja hoor. Later, Rufflet. En daarmee gaat Smeagol ook nog even naar level 38. Onze Seismic. Dude, wat valt hier allemaal te beleven? Ja, hier liggen heel veel items volgens mij. Ik zet David Jones even op plek 1. Want met zijn Psychic Attacks kan hij goed vechten tegen Fighting-type Pokémon. Dr. Joanna gooit Roselia. Nou, Roselia, bij deze heb ik ook een Ice Beam voor jou. Ik hoop dat je het fijn vindt. Ja, een Poison Sting, dat vind ik niet zo leuk. Je moet mij even niet proberen te vergiftigen. Ja hoor, het lukt je nog ook. Oh, oh, oh. Ik probeer alleen maar naar de volgende gym te lopen. We hadden dit gevecht helemaal niet hoeven te hebben. Als het aan mij lag, zou ik gewoon in één keer zo doorlopen naar die gym. Maar ja, jij moet weer zo nodig tegen mij battelen. Wel bedankt dat je gelijk Thor en Jennifer een leveltje omhoog laat gaan. Thor wil even Aqua Ring leren. En dat is ook wel lekker, hè. Dan haal ik Swallow denk ik weg. Want in plaats van Swallow kan ik ook gewoon een item gebruiken. Ik ga Thor toch niet inzetten voor competitive. Dus laten we dat doen. Aqua Ring in plaats van Swallow. Nou het, Trumpy. Hier heb je een crunchy van mijn Jennifer. Dat vind je niet heel fijn, hè? Oké, laten we nog even met deze trainster hier battelen dan. Let's go, Smeagol. Drain Punch. Oh, dat werkt niet. Dan gaan we voor Mudshot. Werkt dat wel? Oké, dat raakte me niet. Dat werkt hartstikke goed. Kijk eens. Hoppa. Oké, dan even een vulle bietje klaren met Thor. 1, 2, 3. Net niet. Dan doen we er nog maar even eentje overheen. Kabbelherm. Baba, Vullaby. Doei doei, mazzel. Odevar. Toedeledoki. En dan zijn we er nu dan toch echt, jongens. In de ijsstad. Met de leuke, gezellige, mooie spa. En de steentype gym. Zullen we die gewoon helemaal gaan proberen met Reptile? Ik ben benieuwd of dat lukt, jongen. Reptile is natuurlijk super snel. Heeft super sterke wateraanvallen. Battle nummer 1. Level 38, Boldor. Dit moet je kunnen. Wij zijn level 40. We zijn een hoger level dan de Pokémon van deze trainer. Jap hoor. Ja hoor. Geen enkel probleem. Bye bye, Boldor. Dit wordt gewoon een record. Deze gym gaan we gewoon in record tempo doen, jongens. Oké, volgende battle. Let's do this. Crustle. Snipeshot. Hop. Hoppakee, alles gaat in één keer, jongen. Die snipeshot, die is echt gestoord, jongen. Wauw. En door naar de volgende trainer. Lekker tempo, hoor, dit. Hoppa. Dan via dit platform verder. Moeten we nog even langs deze gast. En die heeft een Karkol. Nou, die gaat het helemaal niet overleven. Want mijn watermove is 4 keer super effective. Dus ja, vriend, dit kan je wel schudden. Later. Heb je nog een Pokémon of was dat het? Smeagol gaat in ieder geval ook naar level 40 hier. Nee, dit was hem alweer. Ik ben benieuwd of dit helemaal gaat lukken met Inteleon. Hij heeft vast wel Pokémon die ook een ander type zijn. Ik kan me niet voorstellen dat hij alleen maar Pokémon heeft die van het steentype zijn. Hij moet Duo-type Pokémon hebben. Dus waarschijnlijk hebben ze er al iets op gevonden dat je ze met water of met gras gaat counteren. Dat denk ik wel. Dus Gordy, laat maar zien wat je hebt, jongen. Ik weet het namelijk niet meer. Je begint met een Barbacool. Of nou, een Barbaracool heet dat ding. Ja, dat is dus ook een water-Pokémon, hè? Dus gras zou echt ideaal zijn. Laat ik even een U-turn maken. Hoppakee. Even terug. En dan gaan we even voor Bullet Seed van Davy Jones. Dat is een betere move dan de moves van Inteleon in dit geval. Nou hoop ik dat hij me niet gaat aanvallen. Ja, dat doet hij wel met Rock Tomb. Ja, en het doet hem altijd wel pijn, hoor, Davy Jones. De snelheid gaat ook naar beneden. Barbaracool is trouwens level 40. En hij gaat nu voor Shell Smash. Zijn defense gaat daarmee naar beneden. En zijn special defense ook. Maar zijn attack gaat omhoog en zijn special attack gaat omhoog. Oké, hij gaat volledig op de aanval straks. Dus even kijken wat we met Bullet Seed kunnen doen. Ja, kijk, dit gaat keihard. Dit is natuurlijk 4 keer super effective, hè. Dus dit gaat super hard. Barbaracool, Pokémon nummer 1. Diggy down. Nou heb ik toch stiekem niet allemaal met Inteleon gedaan, jongens. Dit was even makkelijker. Inteleon gaat wel naar level 41 hiervoor. En tegen wie mogen we nu dan? Een Shuckle. Nou, dan gaan we toch weer terug naar Inteleon, die net even de hulp inriep van Octillery. Hoppakee, Shuckle. Ik zei geen Shuckle, hè, jongens. Ik zei Shuckle. Dat is wat anders. Shuckle is gewoon een Pokémon. En weet je wat? We gaan gewoon keihard door. Met Snipeshot. Bam. Niet gewoneshot. Ah, nice. Nice. Hij doet Rock Tombi. Daar word ik waarschijnlijk inderdaad wat langzamer van. Dat is op zich niet zo'n hele verkeerde gedachte van Gordy. Maar ik ben alsnog sneller dan Shuckle. En ook Shuckle is gewoon vertrokken met de Noorderzon. Pokémon nummer 2 is down. Jennifer, onze Gyarados, is een leveltje omhoog naar 39. Nu dan, Stonjourner. Die kunnen we hebben, jongens. Een gekke Pokémon trouwens. Gewoon een stapel stenen met ogen. Ik denk dat deze snipeshot voldoende is om Stonjourner te nakken. Ja hoor.
Hoppa. Sorry, Gordy, maar ja, ik kom met een volledig waterteam. Wat dacht je? Oh, en dan als laatste heeft hij een kolossal. Tot overmaat van ramp. Ik heb nu gewoon een beetje medelijden met Gordy, hè. En level 42 is die. Ik ga een 4 keer super effective move op hem doen. Max Gazer. Ik ben natuurlijk ook sneller dan kolossal, want kolossal is best wel een langzame Pokémon. Van het vuur en het steentype. Water is gewoon 4 keer super effective erop. Gordy gaat even Gigantamaxen. Ja, het is op zich wel een tof trainertje hoor. Maar ja, steen is gewoon geen ideaal type, vind ik. Kijk hem dan. De gigantische, weet ik veel wat het is. Mijn vuurtank of zo. Jemig joh. Ziet er wel impressive uit, Gordy. Vindt alleen wel een beetje lullig dat je met je rug naar me toe staat. Daarvoor ga ik je straffen. Met Max Gazer. One shot. One shot. Easy. En dit was het alweer. De watertype only. De challenge gaat keihard, jongens. Want we hebben nu al de 6e badge te pakken. En we moeten er dus nog maar 2. En dan gaan we ook deze challenge keihard. De vuur-only challenge hebben we al gedaan. Als je dat wil zien, kan je ook opzoeken op mijn YouTube-kanaal. En hoppakee, de 6e badge. Dankjewel, Gordy. Dat was hem, jongens. Dat was deze aflevering. Weer een badge in de pocket. Doe even een blauw duimpje hoog. Abonneer op mijn kanaal. Wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/RickyTube. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!